Hey, Kerfschik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van SimCity. En ja, in de vorige episode heb ik hier de smelterij gebouwd. Dus we produceren nu metaal. En dat levert best wel wat geld op eigenlijk. Ja, in de vorige episode hadden we geloof ik maar 1,4 miljoen. Of was het al veel eerder? Nou, misschien was het veel eerder. We hebben natuurlijk ook weer veel geld uitgegeven aan megatons en ja, gebouwen zoals deze. Maar eigenlijk is het nu ook echt al wel weer tijd om een olieraffinaderij te beginnen. En heel even kijken hoor. Hoeveel olie heb jij? Ja, kijk, al deze fabrieken hebben meer dan genoeg olie beschikbaar. Dus blijkbaar halen we genoeg uit de grond. Deze getallen zijn niet zo heel hoog, maar ja, blijkbaar is het genoeg. Vroeger waren die getallen hoger. Kijk, dit is samen 9600. En ik geloof dat we eerst bij één van deze twee 10.000 produceren. En bij de andere nog wel een paar duizend. Dan zit je daar al overheen. Dus productie is lager, maar op de een of andere manier lijkt het toch zo te zijn dat we nu veel meer olie naar de fabrieken sturen. En dat is goed natuurlijk, want eerst zat ik steeds in de problemen dat één fabriek dan weer alles kreeg en dat de rest dan niks kreeg. Maar misschien is dat nu ook omdat we twee losse oliebonnen hebben dat het dan beter wordt verdeeld of zo. Nou, ik weet in ieder geval dat het helemaal goed zit. Dus ik ga er ook vanuit dat we best wat olie opzij kunnen leggen voor een olieraffinaderij. Oké, is er een bepaalde. Ja, dat is er zeker. Er is wel iets wat we. Er is wel een voorwaarde. Ja, we moeten maar weer een incorporated gaan bouwen. En dat wordt je langzamerhand een beetje zat. Want we hebben hier dit incorporated. En we hebben nu dit incorporated. Het neemt allemaal ruimte in. En dat willen we natuurlijk eigenlijk niet. Maar weet je wat het is? Misschien dat het maar tijdelijk is. Het liefst doe ik dat niet natuurlijk, want het zou leuk zijn om een stad te hebben waar echt alles tegelijkertijd in is. Maar het is ook gewoon niet te doen. Ja, hoe groot is dit? Nou ja, het valt nog wel mee. 37.000 kost het wel weer. En kost ook weer aardig wat geld per uur. Nou, dit wil ik misschien uitbreiden in de toekomst. Oeh, hier past het perfect. Oké, dan plaats ik het gewoon hier. Blijkbaar zijn er geen upgrades voor nodig, dus ik plaats het gewoon lekker daar. Verzoek naar opslagplaats voor brandstof goedgekeurd. We willen zoveel mogelijk verschillende dingen produceren. Dus plastic en brandstof wil ik het liefst doen. En nu heb ik nog een afdeling nodig. Nou, dat is jammer. Even kijken hoor. Ja, we hebben een gigantische winst aan aardolie nodig. Even kijken, kan ik niet een aparte oliebron. Nou, dat werkt ook niet zo goed. Maar ik zou misschien een aparte oliebron in kunnen stellen. Puur en alleen voor het exporteren. Want kijk, nu moet ik aardolie gaan exporteren. En eigenlijk heb ik daar geen zin in, want ik wil het gewoon gebruiken voor meegekomen. Maar ja, ik moet gewoon dat doel behalen. Dat is gewoon. Het hoort gewoon bij het hebben van een ultieme stad, weet je. Dan moeten we dat ook hebben gedaan. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga nog een oliebron toevoegen. En plaats ik hier, dat is een slechte plek, dat zie je meteen. Maar jullie weten al wat ik ga doen. Ik ga het weggetje een beetje aanpassen. Dan kan ik ook best wel een bord en een extra vrachtwagen gebruiken, denk ik. Kijken of we hier iets mee kunnen doen. Kijk, ja, als dit. Oh, wacht, hier heb ik nog een wegje gebouwd. Oh, zo verbindt het ook. Nou ja, weet je, prima. Ik kan ze hier wel plaatsen. Niet echt de ideale locatie. Ik kan tot. Oh, ik kan nog best wel ver bouwen eigenlijk. Dat valt nog heel erg mee. En dan kan ik er hier hopelijk wel een paar kwijt. Dus dit is allemaal extra. Extra productie. Oh. Extra productie in de hoop dat we genoeg overhouden. Want als we genoeg overhouden, kunnen we genoeg gaan exporteren. Kijk of dit lukt. Want het kwam net niet uit op de manier waarop ik het net had. Kijken. Oh, het komt nog steeds niet uit. Nee, dan moet ik dit nog even aanpassen. En dan kan ik wel een beetje redelijk gebruik maken van de ruimte. Ik wil zoveel mogelijk olie kunnen boren als mogelijk. En de ruimte is niet heel nuttig. Oh, die kan ik hier niks bouwen. Nou ja, weet je, laat dat maar zitten. Ja, de ruimte is niet echt ideaal benut. Hier heb ik bijvoorbeeld gewoon een ertsmijn. Het staat gewoon allemaal op de oliebon. Hier heb ik het incorporated. Ja, niet allemaal even goed over nagedacht. Ik zou er hier ook nog wel twee kunnen doen. Dat is ook nog wel een goede plek, denk ik. En nou, ik zit al op vier, hè. Dus dat is wel aardig wat. Ja, laat ik er gewoon eerst voor zorgen dat ik zoveel mogelijk van de echt zwarte plekken heb gehad. En ik weet nou niet zeker of ze dit kunnen bereiken zomaar. Nou, ik kan er niet eens een ja-knikker plaatsen. Maar kan ik hier gewoon ergens random een weg vanaf halen? En dan.
Nee, oké, ik kan er niet eens iets plaatsen. Dan moet ik wat anders verzinnen. Hier kan ik er nog wel eentje doen en dan verder. Ja, het zou mooi zijn als ik er hier eentje kan doen. Waarom kan dat dan niet? Dat is gek. Want kan ik nou zo snel even niet bedenken waarom dat niet mogelijk is. Maar, oh kijk, hier kan ik er nog eentje doen. En het is... Kijk, is het nou verbonden? Want het ziet er niet echt verbonden uit. Nee, het is helemaal niet verbonden. Waarom is het niet verbonden? Of is het maar een visual glitch? Ja, het lijkt wel echt alsof het verbonden is. Maar in ieder geval, even kijken of dit nog moet verbinden. Nee, het lijkt wel verbonden te zijn. Oké, als deze nou gaan lopen... Oké, ze doen het niet. Blijkbaar zijn ze dan nog niet verbonden. Wat nou als ik gewoon een andere verbinding maak? Wegenoverlappen, oké. Dan haal ik dit gewoon weg. Kan niet meer. Dat is ook interessant. Nou ja, prima. Oh, er gaat ook wat olie van deze jakknikkers naar deze oliebron. Dat is ook interessant. Hier komt ook wat olie aan. Oké, neemt een beetje een omweg. Gaan ze nou werken? Ja, oké, ze zijn bezig. Maar misschien dat ze daar de dichtstbijzijnde sturen. Oké. Dat is interessant. Ja, maar het is ook natuurlijk. Het is ook logisch. Al die wegen overlappen. Dus die olie kan eigenlijk heen waar het wil. Waar het heen wil gaan. Nu krijgt deze namelijk, denk ik, een gigantische productie. Omdat alles van deze jaarknikkers daar waarschijnlijk ook heen gaat. Ik wist helemaal niet dat het zo werkte. Ik dacht dat je die wegen ook kan overlappen. En dat de olie dan alsnog naar de goede oliebron zou gaan. Nou ja, weet je, het maakt er niet uit. Ik bouw gewoon nieuwe oliebronnen. Zodat ik nieuwe jaarknikkers kan toevoegen. Ik kan er nu in totaal 30, 3 keer 10. En dat kan gewoon nodig zijn. Misschien dat dit wel genoeg is, waarschijnlijk wel. Ik zou er graag nog ergens anders eentje kwijt willen kunnen, maar ik zie hier nou niet echt, ja, 19 vaten. Hier hebben we er ongeveer 300, dus dat schiet gewoon echt niet op. Wacht eens even, dit is nog wel een best goede plek. En ik ga er dus ook maar gewoon meteen voor. Oké, nu zit ik dus op 28 jaarknikkers als het goed is. Bij deze heb ik er, 10. Deze heb ik als het goed is ook 10. Oh nee, dan heb ik er maar 5. Dan heb ik er hier maar 5 van. Oké. Hier, kijk, alsnog 280 vaten. Het ziet er wel heel grijs uit, maar kan gewoon goed zijn. Ja, ik wil hier, zoals ik wel vaak zeg, ik wil er niet op bezuinigen. Ik dacht dat we hierbij ook op de 10 zaten, oké. Maar dan zit ik nu dus op 19 en komt er hier nog 8 bij. Ik heb nu in totaal 27 jaarknikkers. Nou, dat moet genoeg zijn. Hier zijn nog een heleboel overbodige wegen, maar dat haal ik later nog wel weg. En we produceren nu hopelijk meer dan genoeg. En laat ik ze ook even qua vrachtwagens allemaal gaan upgraden. Nu heb ik natuurlijk een handelsdepot nodig. Of in ieder geval een opslagplek voor olie. Als ik daar nog ergens ruimte voor heb. Die zit vol zo te zien, ja. En wil ik dan 2 handelsdepots? Dus dat ik eentje heb voor olie en dat we dan klikken op exporteren. Want ik moet natuurlijk winsten mee gaan maken. Hier, exporteren 9000 is niet heel veel. Ja, dit moet allemaal geëxporteerd worden. Maar ik vraag me nu af, hè. Dit is tenminste hoe ik het met processors heb gedaan. Processors exporteer ik deels. Dus ik heb één opslagplek waarbij ik op exporteren heb gedrukt. En eentje waarbij ik op plaatselijk gebruiken heb gedrukt. En dat als het goed is hier zichtbaar. Plaatselijk. Dus weet je wat, ik ga dat voor de zekerheid met de olie ook gewoon doen. En dit kan veel efficiënter naast elkaar, maar is nu een beetje laat. Handelsdepot, hier. Ja, en dat wil ik dan het liefst gewoon aan deze weg. En ik kan het wel slopen en opnieuw bouwen, maar het is een beetje verspilling van die producten. Dus ik doe voor de zekerheid gewoon nog een plekje voor olie erbij. En die doen we dan plaatselijk. En uiteindelijk moet er nog allemaal brandstof komen en plastic. We gaan heel veel dingen exporteren. Maar ik heb al een opslagplek voor plastic, dus dat is misschien niet zo heel hard nodig. Oké, plaatselijk. En bij deze is het dan als het goed is... Hier, ik moet altijd op heel veel dingen klikken. Export. Dus ik hoop dat het een beetje goed loopt. Ik ga de tijd snel laten lopen. En dan ben ik benieuwd hoeveel deze produceren. En hoeveel we exporteren. En hoeveel dat dan oplevert. Oké, terwijl ik nu aan het wachten ben op de olie. Want we hebben nog niet zo gek veel geëxporteerd. 45.000 nu nog maar. Even kijken. Hoe ziet het eruit? Het zijn letterlijk gewoon 5 exports van 1000... Wat is het? 1000 vaten ruwe olie? Ja. Dus het gaat geloof ik prima. Voor zover ik weet hebben de fabrieken nog steeds meer dan genoeg olie. Dus ik kan misschien zelfs dat extra die extra opslagplek voor olie
weghalen. Want hier hebben we dus een extra handels. Hoe heet het? Een extra handelsdepot. Gewoon om ervoor te zorgen. Oh, dit is een soort van vangnet. Om ervoor te zorgen dat er in ieder geval nog een deel van de olie plaatselijk wordt gebruikt. Dus dit is een soort van bescherming voor deze fabrieken. Maar misschien is dat niet eens nodig. Misschien kan ik nog meer gaan exporteren. Dus ik kan voor de grap dit ook op export gaan zetten. En dan kan ik het altijd weer terugzetten als ik merk dat deze te weinig olie binnenkrijgen. Maar voor nu hebben ze echt nog wel eventjes genoeg. Dus dat lijkt me helemaal prima. Maar ik was bijna vergeten. Maar in de volgende episode heb ik het desinfectiesysteem onderzocht. Maar ik heb het nooit gebouwd. Dus daar dacht ik nu opeens weer aan. Ja, we hebben een tekort aan water. Toen dacht ik, oh ja, desinfectiesysteem, daar moet ik aan denken. Hier gaat niet passen, hier was onze riolering. En daar is ook een hogeschool, dus niet al te veel zin om dat te slopen. Dit kan je in principe overal bouwen. Het maakt niet uit of de grond verontreinigd is. En het maakt ook niet uit als de grond schoon is en je hem schoon wil houden. Want wat dit doet is natuurlijk zorg voor riolering. Riolering gaat hierheen, wordt gereinigd en wordt omgezet in schoon drinkwater. Dus er komt geen vies water in de grond, geen bodemverontreiniging. En het drinkwater wordt gewoon gefilterd. Of in ieder geval, het wordt gefilterd zodat het drinkbaar is. Dus je hoeft je nooit zorgen te maken over waar je dit neerzet. Dus dat is fijn. Zet het hier gewoon in het hoekje neer. En dan kunnen we dit uiteindelijk slopen, want dat is ook echt een groot lomp ding. Dus dat heb ik hier ook liever niet. Ik ga het meteen. Ja, deze dingen hebben niet zo'n goede capaciteit, dat weet ik wel. Dus ze kosten 20.200 per uur. Weet je wat, ik vind het wacht. Nou, ik doe het wel gewoon zo. Ik dacht, misschien was er een efficiëntere manier om dit neer te leggen, maar waarschijnlijk maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Oké, okay, limiet bereikt. Oké, okay, meteen helemaal geüpgrade. Ik kan er nog best een paar sluiten als het nog te veel is voor nu. Oh, controlnet, hè? Dat is nu wel de vraag. Want er komt opeens heel veel vraag naar controlnet bij. Ja, per ding is het 1250. Wat zeg ik? Ja, 1250. Hoe heet het? Aan controlnet. Even kijken hoor. Hoe staat het er nu mee? Ik heb even een ander kaartje nodig. Academie. Geen onderzoeksproject. Oh ja, tuurlijk. Misschien handig om naar te kijken. Oh, blijkbaar hebben we toch nog een overschot van bijna 8000. Oké. Okay. En dat komt omdat de academie helemaal vol zit. Nou, zal ik dan gewoon even. Oh ja. Deze moeten we dan weer helemaal stap voor stap gaan upgraden. Maar in deze regio hebben we bijna alle onderzoeken gedaan. Upgrade naar niveau 2. Dat is iets wat ik natuurlijk in de andere stad al heb gedaan. Hier moet ik het nog even doen. Maar het enige wat er nog is, is een upgrade naar niveau 3, upgrade naar niveau 4. Maar dat zijn upgrades. Maar qua onderzoeken zijn er nog maar 2 onderzoeken. Dan hebben we alles, weet je. Dat vind ik ook wel een mooi doel voor de ultieme stad. Dat staat niet op de lijst, maar dat is toch wel iets wat we zouden moeten hebben. Nou, eerst maar eens upgrade naar niveau 2. Is ook nog eens gratis. Dan zien we wel weer verder. Oké, dus. Hoe zit het ermee? Rieling is alvast verwerkt. Als het goed is, hebben we nog als vangnet de andere stad. En er gaat nog een deel naar een andere stad, zo te zien. Dus ik geloof tenminste dat we nog wat naar de andere stad sturen. Of wordt het echt een probleem? Misschien kan ik er maar beter voor zorgen dat ik niet meer afhankelijk ben van die andere stad. Ja. Ja, weet je wat het is? Er wordt nu niet genoeg. Nou, de desinfectiesysteem doet nu te veel, zeg maar. Dat is niet zo goed. Ja, doet nu veel te veel. Dus dat zorgt. Ik weet niet of het dan uiteindelijk wel voor bodemverontreiniging gaat zorgen, maar in ieder geval geen goede situatie. We kunnen het niet aan, dat is duidelijk. En er wordt niet genoeg naar andere steden gestuurd. Weet je wat, het is beter om dit gewoon of te doen. Ja, of je stuurt het naar een andere stad, of je regelt het zelf. En als je een deel zelf regelt en een deel naar een andere stad stuurt, ja, daar heb ik geen controle over. Dus dat raakt gewoon helemaal uit balans. En dat zie ik hier ook terug. Dus waarschijnlijk is het het beste om te stoppen met rioolafval weg te sturen. Dat ga ik dan maar eens doen. Dan kijken wat voor een tekort we hebben. En dan kan ik hier nog een nieuw desinfectiesysteem toevoegen met een paar upgrades erbij. Oké, er was een tekort van ongeveer 27 kiloliter per uur. En dat is niet zoveel. Dat zou, als het goed is, moeten kunnen fixen met 2 van deze eenheden. Nu heb ik er toch 8 geplaatst. Ja, waarom is dat? Het is weer het eeuwenoude probleem van dat SimCity niet weet ja, hoe die dingen moet verdelen in het algemeen. SimCity weet niet hoe die olie moet verdelen. En eigenlijk alle grondstoffen. En SimCity weet ook niet hoe die riolering moet verdelen.
En ik kan dat ook niet instellen. Ik kan dat niet regelen. Daar heb ik helemaal geen controle over. Je ziet dat het nu prima gaat. Het is in het geel, maar eerst was hij in het rood. En dan was deze in het groen. Omdat het, omdat al het riolingsafval maar één in systeem ging. Als deze dan vol was, ging het allemaal naar de andere. Nu is het op de een of andere manier wel een beetje gestabiliseerd. Alles wordt nu netjes verdeeld. En hier, het is zelfs zo ver gekomen dat ik er hier twee en waarschijnlijk nog wel een derde gewoon kan sluiten. Dat bespaart weer allemaal controlnet. Want ik heb hier een nieuwe controlnet afdeling moeten bouwen. Deze heeft het nog wel druk. Die zit gewoon, ja, die staat gewoon net even op een andere plek. Waardoor er veel meer riolingsafval heen gaat omdat het de snelste route is. Dus dat is jammer dat het niet goed verdeeld kan worden. Ja, dat is nu ook wel in het geel. Ik denk dat ik voor de zekerheid die toch maar weer kan openen. Ja, kost allemaal controlnet, kost allemaal geld. Dat is misschien niet echt de beste oplossing. Het kost me 4000 per uur, bijna. Maar het is wel gewoon iets leuks om te hebben. Kan ik dat ook weer afstrepen. Ik had het, ik ken niet mijn bestandje, ik had het blijkbaar al afgevinkt. Maar ik had het nog niet echt gedaan. Maar, hoe zit het nou hiermee? Yes, we kunnen upgraden. Oké, dat is snel gegaan. Ik zat net een hele tijd vast op 144.000 van de 160.000. En ik kwam er gewoon maar niet overheen. Dus, dat betekent dat we nu afdeling raffinaderijen kunnen toevoegen. Ook wel een leuk bord op zich, of kost het me geld? Nee, oké. Het is zo'n groot bord, weet je. Dan ben ik altijd bang dat het geld gaat kosten. Want die borden heb je. Weer zo'n lelijk groot gebouw. Het is niet per se lelijk, maar ik wil het gewoon echt niet in mijn stad hebben. Neemt veel te veel ruimte in. En ik kan ook echt niet wachten totdat we klaar zijn met olie. Als ik een olieraffinaderij in mijn stad heb en ik heb hem laten werken een tijdje. Dus ik heb brandstof geproduceerd, ik heb plastic geproduceerd, ik heb daar veel winst mee gemaakt. Ben ik tevreden. Dan haal ik dit allemaal weg. En dan gaan we gewoon olie importeren met die Vitol vliegtuigjes of wat dat ook zijn, helikoptertjes, ik weet niet meer precies. En dan kunnen we dat gewoon gaan importeren en dat bespaart zoveel ruimte. Dan heb ik opeens zoveel vrijheid, dat zou fijn zijn. Alleen, ja, waar plaatsen we dit? Ik wil het ook niet zo graag hier dichtbij plaatsen, want misschien willen we dat nog upgraden. Het is een smelterij. Ik doe het maar gewoon hier. Moet ergens nog de olieraffinaderij zelf komen? Ja, allemaal lastig. En het is best wel jammer dat ik dit nou precies zo heb neergezet, dat er hier een klein beetje ruimte wordt verspild. Ik zou het graag verplaatsen, maar ja, verspil je al die grondstoffen. En dat is nou ook niet zo fijn. Verdienen wel redelijk wat geld. Processors, metaal, ruwe olie. Exporteren aardig wat, dus dat is fijn. Kolenmijn, even een update hierover. Die heb ik maar gewoon gesloten. Want kijk eens naar de hoeveelheid kolen in de grond. Ik wil graag nog wat overhouden voor de geavanceerde kolenmijn. Want die staat ook op het lijstje. Dus ja, waarschijnlijk ga ik de kolenmijn hierdoor vervangen. Het is een beetje moeilijk om alles in één keer in de stad te hebben op één bepaald moment. En het is eigenlijk onmogelijk om alles ook werkend te hebben en winstgevend, weet je. Dus daarom weet ik niet zeker of ik het erg zou vinden om de kolenmijn te sluiten. Maar ja, je hebt natuurlijk een geavanceerde kolenmijn, die wil ik ook gewoon een keer gebouwd hebben. Dus tenzij die hier past, plaats ik hem gewoon, als hij hier past, plaats ik hem gewoon daar. Als het niet past, dan moet ik deze slopen. Of misschien wat upgrades weghalen, misschien is dat wel genoeg. Oké. Olieraffinaderij, niet eens zo heel duur, wel groot. En dat is natuurlijk wat daadwerkelijk uitmaakt. Oh, we gaan het plaatsen. En ik heb natuurlijk met de rails hier, weet je wat, daar gaan we wat aan doen. Dit hele stuk rails kan ook gewoon ondergronds. En dan kan ik weer wat aan deze hoofdweg plaatsen. Zo, ik denk dat dat wel goed moet komen. Ja, je ziet dat er ook echt heel ver in de min zitten nu. Oh, dit is nog niet weggegaan. We zitten nu heel ver in de min door die desinfectiesysteem. Dus ik weet echt niet of het een goed idee was, maar ja, het stond op de lijst, dus ik vind het niet erg om te doen. Oh, kom op, wat, ik kan hier niet mee verbinden blijkbaar. Dan ga ik voor nu dit stukje gewoon ondertunnelen, hoop ik dat dat goed is. Nou, heb ik in ieder geval een klein beetje bouwruimte en kan deze weg ook net zo goed verbinden. Er zijn nog een paar dingetjes waar ik naar wil kijken, maar ja, er zijn zoveel dingen die ik allemaal wil doen eigenlijk. Oeh, dit past perfect. Kan ik het handelsdepot niet meer upgraden, maar ik kan deze verplaatsen. En dan past er misschien nog wel eentje tussen. Weet je wat? Dit past zo perfect. Hier moet ik gewoon gebruik van maken. Kan ik het handelsdepot niet meer upgraden, maar gaat het uiteindelijk toch verplaatst worden. Het is waarschijnlijk ook slim om die, nou, zou het wel uitmaken. Misschien slim om die handelsdepots dicht bij het begin van de stad te hebben. Maar ja, ten eerste, daar is geen ruimte. En ik heb niet al te veel zin om dit te gaan aanpassen. En ten tweede, dan moet het van de fabrieken hier door het drukke verkeer daarheen. Maakt waarschijnlijk weinig verschil. Nu heb je een kort ritje, rustig ritje naar het handelsdepot. Vrachtwagen van het handelsdepot moet dan
echt een heel stuk door de files, want hier staat altijd vast. En dan de stad uit, gaat lastig. Dus ik weet niet zeker of het echt uit zou maken, maar als je het op een bepaalde manier bekijkt, kan het wel zijn dat ze een beetje omrijden als ze helemaal hierheen moeten gaan. Zeg maar als ze vanaf bijvoorbeeld, wat zal ik eens, ja, bijvoorbeeld de Audi. Als die naar dit handelsdepot moet, dan moet die eerst hierheen en dan weer terug. Het is een beetje inefficiënt. Het zou sneller zijn als ze gewoon van hier direct naar een handelsdepot hier zou kunnen gaan. Maar weet je, het blijft gewoon veel te druk in het centrum. Oké, hoe zit het ermee? We kunnen nu plastic produceren, maar ik wil ook brandstof produceren. Ik wil meteen zoveel mogelijk doen, want op een gegeven moment is de olie gewoon op. En dan is onze kans weg, zeg maar. Oké, plastic polymerisator en distillatie eenheid. Lang geleden dat ik hier eens mee heb gedaan. Dat moet in de stad oliebron voor het laatst geweest zijn. Of nee, niet oliebron, oliebol. Toen was het net oud en nieuw geweest. Even kijken. Wat hebben we nodig hier? Plastic. En ik heb al eentje voor plastic wat we van het recyclingcentrum krijgen. Is misschien niet heel hard nodig. Brandstof en ruwe olie. Ja, ik hoef nu niet meer te exporteren natuurlijk. Dus wat gaan we daar weer doen? Ik hoop niet dat het nu allemaal naar de Omegaco-fabrieken gaat. Weet je wat? Ik ga deze... hier ga ik de afdeling olie gewoon weghalen. En wat ik hier ga doen is dat ik hem laat staan. En dan hoop ik dat... Oh, wat staat nog op export? Dat is niet zo handig. Plaatselijk gebruiken. Dan hoop ik dat er een paar vrachtwagens ook hierheen gaan. En als het eenmaal hier is, hoop ik dat het dan sowieso naar de olieraffinaderij gaat. Omdat het netjes dichtbij is. Dus ik hoop dat dat een beetje goed werkt. Moeten we even kijken. Als ik gewoon wat plastic en wat brandstof heb geproduceerd, ben ik hartstikke blij. En dan zie ik dit doel als voltooid, zeg maar, met de olieraffinaderij. Oké, even kijken. Dan kan ik dit dus gaan afvinken. En ja, dan hebben we dus dat is ook alweer gebouwd. Oké, het volgende dingetje wat ik wou doen, even snel kijken of ik hier iets kan, met de ruimte kan doen. Waarschijnlijk niet, maar ik heb natuurlijk nog een bibliotheek nodig, hè. Oeh, dat is zo klein en dat past gewoon. Oké, bibliotheek en een middelbare school, dan heb ik alles qua scholing wat ik nodig heb. Het zou mooi zijn om het hier bij de rijke mensen te hebben, die, die zijn altijd lastiger tevreden te houden. Kijk, dit past dan weer niet, hè. Nou, weet je, ik vind het gewoon een hele mooie kans om dat hier gewoon ergens tussen te proppen. Het past heel netjes. Dus dan hebben we dat ook weer. Dat kan ik dus ook weer afvinken. Middelbare school moet er nog even een plekje voor vinden. Maar dan heb ik mijn... Waar staat het? Dan heb ik mijn onderwijslijstje heb ik helemaal afgewerkt. Kijk, middelbare school. Verhogen dit het techniveau? Nee, alleen landwaarde voor gemiddelde inkomens. Dus is logisch om het hier neer te zetten. Het zou hier gewoon passen. Als we niet die rails hadden. Nou, deze rails kan ik niet stopen. Yes, hier past het. Weet je wat? Geen upgrades mogelijk. Maar, nou, wel één upgrade. Maar ik vind het prima. Ik vind het helemaal goed. Hier worden de mensen blij van hoge landwaarde. En de rijke mensen zijn altijd een beetje moeilijk tevreden te stellen. Dus een extra school kan echt geen kwaad. Neem aan dat ik niks van... Oh, ik kan dit wel upgraden. Maar weet je wat? Ik geloof dat het... Oh. Oké. Okay. Kijk, ik zit te kijken naar ons onderwijsniveau. 4 van de 5, hartstikke goed. Zo goed heb ik het meestal niet. Maar, op de een of andere manier hebben we dat behaald. Terwijl er maar 2400 studenten zijn ingeschreven. Dus 1000 mensen zijn niet ingeschreven. Dat is niet zo goed eigenlijk. Misschien helpt die middelbare school wel. Kijk. Je hebt nog sterretjes dat net gebouwd is ofzo. Maar misschien is dit niet gemiddeld genomen. Misschien is het zo dat de paar mensen die wel naar school zijn geweest het goed hebben gedaan. Misschien is het niet gemiddeld genomen over de hele bevolking van de stad. Ik weet het niet zeker. Ik weet in ieder geval nu wel dat ik deze twee gebouwtjes weer kan afstrepen. Oké, dus dat was ook weer zo'n voor alles voor deze episode. Ik heb hier ook nog even een vliegveld tussen weten te proppen. Dus dat kan ik ook weer afstrepen. En het neemt helemaal niet zo gek veel ruimte in als je misschien zou denken. Ik hoop wel dat we nog iets nuttigs kunnen doen met deze ruimte. Voor nu ga ik er gewoon huizen laten bouwen. En dan wordt het nog wel een beetje nuttig gebruikt, gelukkig. En als we het gewoon bij één landingsbaan houden, neemt het niet eens zo gek veel ruimte in. Dus dat is fijn. En nog eens wat af kunnen strepen. Jullie zien wel dat we nu bijna 20.000 per uur verliezen. Dat is best wel zorgwekkend. Dus in de volgende episode wil ik gaan kijken naar de megatons. Of we daar wat meer geld mee kunnen verdienen. Want het gaat nu niet al te goed. Dit is echt... Ik kan best een beetje verlies per uur hebben, maar dit is echt gewoon te veel. Dit moeten we verminderen. En oh ja, het is altijd met die desinfectiesystemen een beetje ongelijk.
vaak is de riolering prima. Nou, het is er nu eigenlijk ook niet. Maar dan levert het net niet genoeg water op. Dus daarom heb ik hier toch nog maar een pomprichting toegevoegd. Die trouwens wel gesloten is, maar dat, die gaan nog wel openen. Dus ja, in de volgende episode hoop ik... ja, eigenlijk, we zijn echt al, ik heb echt al bijna alles. Ik moet nog even kijken naar de megatonverdiepingen, wat we nog nodig hebben. We hebben natuurlijk nog kronen nodig. En daar moet ik nog even goed naar kijken. Maar we komen echt al in de buurt van de ultieme stad. In ieder geval de stad met zoveel mogelijk gebouwen die we erin hebben kunnen proppen. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.